Deze nieuwsuitzending, dat is deel 3 van de uitzending over Pim Fortuyn. Die andere twee heb je denk ik al gehoord. En zo niet, dan zou ik ze nog even gaan beluisteren. Ik zal ze heel makkelijk nummeren, dan kan je ze zo terugvinden. Hier staat in Wikipedia zijn kijk op de islam. En dat is Mohammedanisme. Dat heb ik in de vorige uitzending uitgelegd. Dit is Arabisch. Ik heet Nederlander omdat ik Nederlands spreek. Mohammedanisme. Dat was vroeger de gebruikelijke term. En dat is tegenwoordig veranderd in islam. Het geloof der onderwerping. En al het geloof is onderwerping. Dus vandaar dat het niet zo'n goede term is. Het is binnen de denominaties, binnen de stromingen van de onderwerping, is dit de Arabische vorm van de onderwerping. En die noemen wij dus Arabische onderworpenheid. En dat is katholicisme, dat heb ik in de vorige uitzending uitgelegd. En wij noemen dat Mohammedanisme. Ik ga het nu hebben over vreemdelingenbeleid. Want daar had meneer Fortuyn ook het een en ander over te zeggen. Nou, wat meneer Fortuyn heel onfortuinlijk niet wist, is dat hij inging tegen het geschrift van een meneer en die heet Koudenhoven Kalerki. En ik zal even een stukje voorlezen. Een beetje groter maken, kunnen jullie meelezen. Mass immigration is a phenomenon the causes of which are cleverly concealed by the political elites, and the multicultural propaganda is employed to falsely portray it as inevitable. In this article we intend to prove once for all, dat is klaar over, the pan-Europe, daar gaat het om, de pan-Europese beweging. Wat hieronder staat. Few people know that one of the main instigators of the process of European integration was a man who also conceived the genocide of the peoples of Europe. He was a sinister individual whose existence is unknown to the masses of our people, but the political elites consider him as the founder of the European Union. His name is Richard von Koudenhoven Kalergi. His father was an Austrian diplomat named Heinrich von Koudenhoven Kalergi, with connections to the Byzantine family of the Kalergis, and his mother, the Japanese Mitsu Aoyama. Hele belangrijke reden waarom ik graag Nederlands spreek, dat ik Aoyama niet uit kan spreken. Dit is het. En wanneer leefde deze meneer? Nou, in 1922 stichtte hij de Pan-Europese Beweging in Wenen. En Wenen, dat is Oostenrijk. Which aimed to create a new world order based on a federation of nations led by the United States. European integration would be just the first step in creating a world government. His earliest supporters included Czech politicians Tomáš Masaryk and Edvard Beneš, and the German Jewish banker Max Warburg. En die man is ook betrokken geweest bij de stichting van de Federal Reserve Bank in Amerika, waarbij de Amerikanen niet langer was toegestaan om hun eigen geld te drukken, want dat zou de paus veel goedkoper kunnen. De paus bedoelde het goed hoor.
Je zou heel goedkoop geld drukken en dan zou je altijd geld kunnen lenen van de paus. Wel van tevoren even vertellen waarvoor. En als de paus dacht, nou dat vind ik niet zo'n goed idee, dan krijg je geen geld. Dit wist Pim Fortuyn denk ik niet. Hè? En dan hier. Lang leven Europa. Een andere visie op de Europese samenleving. Dit is gepubliceerd op 9 mei 2017, dus dat is nog geen jaar geleden. Europadag. We vieren vandaag het Koudenhoven-Kalerkie-plan. Gefeliciteerd Europeanen. Gefeliciteerd inwoners van het Europese Vierde Rijk. Het is vandaag 9 mei, dag van Europa. En dat wordt te Brussel feestelijk gevierd. En ook voor u, felicitaties met het voortgaan van immer nauwere politieke integratie, the ever-closing union. Gefeliciteerd met de voortgang van het opdoeken van Nederland als land en het steeds verder overdragen van uw inspraak, macht en zeggenschap naar de Europese Unie en al hun ongekozen eurocraten. Ja. En hoe dacht Pim Fortuyn hier dan over? Wist hij dit? Ik vraag het me af. Wat denken jullie? Wist hij hiervan? Nou, als hij hiervan wist, dan was hij niet alleen een sodomiet, een vrouwenbelediger, een belediger van Mohammedanen, maar was hij ook nog een gemenerik. En hoe denk je dat ik denk over het lot van gemene mensen? Dus ik hoop maar dat hij niet gemeen was, maar alleen dom. Geboren met een gouden lepel, ergens in een opening van zijn lichaam en dan niet zijn linkeroor of zijn rechteroor. Maar waar past een lepel nog meer in? Misschien was het zo. En daar had hij iets aan moeten doen. Daar had hij zijn spreekbuis voor moeten gebruiken. Om te vertellen van ja, we zitten nu met een ongelooflijke immigratie van allerlei bevolkingsgroepen. En nee, die hoeven helemaal geen Nederlands te kunnen. Nee, ben jij gek? Nee hoor, die mogen gewoon van alles. Koers mag hier gesproken worden, Syrisch, allemaal culturen, vrouwen met burka's, alles lekker door elkaar. Eén grote soepsoei ervan maken, want orde ontstaat alleen uit chaos en ik ga die chaos maken. Ja, toen kreeg Pim Fortuyn een kogel door zijn kop. En dat is lullig. Ik zou willen dat die man nog leefde. En dat ik met Pim Fortuyn dit even had kunnen doornemen. Dat plan van Koudenhoven-Kalerkie. Maar goed, Pim Fortuyn is dood. Die kan niet meer praten. Dus dat feest is voorbij. En hoe moeten we nu verder? Nou, punt 1 zou ik zeggen, stoppen met stemmen. En voor zover je de mogelijkheid hebt, geen belasting betalen. Niet voor Europa. En waar komt het vandaan, dit plan? Waar gaat het over? Nou, er is een organisatie die is voor het eerst boven het maaiveld uitgekomen, in de zin van de historie van het opgeschreven woord, in Babylon. En daarna zijn ze Egypte lopen pesten. Met hun Führer daar. Dus een farao heet dat. Dat is een Führer op zijn Duits. Een leider.
Nou, je weet wat er van Egypte terecht is gekomen. Egypte, dat is helemaal niks meer. Het vuilnis dat ligt daar op straat. In de toeristengebieden. Daar kan je een beetje leuk in de rondte lopen. Dan heb je steentjes met vers fruit. En dan denk je, wow, wat leuk zeg Egypte. Ja, ga eens eventjes naar de buitenwijken van Cairo. Ga eens kijken op een basisschool in Cairo. Heeft dat een Cairoese? Een Cairoese basisschool. Ga daar eens kijken. Ga eens bij die kinderen thuis kijken. Cairo is een grote puinhoop. Overbevolking. Geen normen en waarden. En kijk eens naar Marokko. En dat is dan Mohammedaans. Dat is ook katholiek. Ja, het katholicisme, dat komt van die Babyloniërs. En dat ze dus Egypte kapot hadden gemaakt, zijn ze naar Griekenland vertrokken. En toen naar het noorden van Italië. En toen gingen ze ons pesten. Nou, in Europa, er zit ook helemaal één grote puinhoop. En is dat alleen hun schuld? Nee, helemaal niet. Dat is onze schuld ook. Want wij hebben dat niet in de gaten gehad. En die hebben dat niet gewoest. Ja, dat kan je tegenwoordig nog niet meer zeggen met je internet. Je hebt toch minimaal een smartphone? Dan kan je dit artikel ook opzoeken. Dan kan je weten hoe we gepakt worden. Door die organisatie. Door die katholieken. Of die mensen die dat katholicisme zo geweldig vinden. Want die heb je ook. Hè? Van, ja, ik ben niet echt praktiserend katholiek. Maar ja, er moet toch wel een organisatie zijn van het geloof. Nou, ik vind van niet. Bij organisatie, dan denk ik aan de staat. De bedrijvigheid. Als er een snelweg moet komen, ja, dan moet er vergaderd worden en heb je een voorzitter nodig en dan heeft de vergadering een uitspraak en die wordt gedeeld met andere vergaderingen en dan bepalen we waar de A71 komt te liggen. En dat is de staat. Maar de kerk niet. De kerk hoeft geen hiërarchie te zijn. En omdat de kerk geen hiërarchie hoeft te zijn, dus dat het niet nodig is, waarom zou het dan mogen? Dan moet het in ieder geval niet. Arthur Schopenhauer heeft netjes gezegd dat kunnen, mogen en moeten, dat zijn drie kanten van dezelfde munt. Dat kan natuurlijk niet, want de munt heeft maar twee kanten. Nou, of je zou kunnen zeggen, nee, een munt heeft een voorkant, een achterkant en een zijkant. Nou, zo kan je het ook doen, ja. Drie kanten van dezelfde munt. Kunnen, mogen en moeten. Nou, een hiërarchie voor het geloof, voor de kerk, dat hoeft helemaal niet. Dus, dan moet het niet. Dus, dan mag het niet. Dus, dan kan het niet. Ja, kan je er tegenin brengen. Maar het gebeurt toch? Nou, het gebeurt helemaal niet. De paus die we nu hebben, die zat in Argentinië, in Zuid-Amerika. Nadat zijn organisatie dat hele continent aan de bedelstaf gebracht heeft. Met hun fijne religiones. Reduction areas, wat we later zouden noemen concentratiekampen. Ja, nog meer van die katholieken. Oh, wat leuk. En Europa kwam in opstand tegen die katholieken. Want wij waren niet helemaal gek. Wij konden ook Latijn en we konden Grieks en we konden Hebreeuws.
Wij wisten waar die vroege christenen het over hadden en dat was niet waar de paus het over had. Sterker nog, in de Bijbel staat dat je op moet passen voor die katholieken. Ja, niemand leest de Bijbel. Ja. Ik ben omringd met auto-eigenaren en er gaat er een paars lampje branden op het dashboard. En denk je, oh, lampje erbij. Oh, leuk hoor. Oh, ik rijd lekker door. Ja, ik zie een paars lampje. Oh, er gaat nog een rood lampje. Oh, nee, maakt niet uit. Dat is leuk, rood en paars. Het brandt op het dashboard. Ik rijd lekker door. Hé, mijn auto is kapot. Hoe kan dat nou? Ja, homo. Als jij je gebruikshandleiding van je auto erbij had gepakt, dan had je daarin gelezen dat als er een paars lampje gaat branden en een rood lampje gaat branden, dat je je auto aan de kant moet zetten en zo snel mogelijk je dealer bellen. Of je garagehouder, of je leasemaatschappij, of whatever. Want anders maak je je auto kapot omdat je je handleiding niet gelezen hebt. En de Bijbel is je handleiding. Daar staat het in. Oh. En iedereen lacht me uit van, ja, kom op, de geschiedenis, dat is, vroeger was dat belangrijk. Want toen waren de mensen nog echt geschiedenismensen. En die dachten echt dan, heel lang geleden met Mozes en Abraham. Maar tegenwoordig denken wij aan Holland's Next Topmodel. En hoe heette die man ook weer van tv die altijd die grappen maakte? Dat was toch André van Duin? Ja, en dan zeg je wel, Perry, van ja, André van Duin, die heeft toch zelf toegegeven dat hij seks heeft gehad buiten het huwelijk. En Pink Fortuyn ook. En dat is toch niet erg, want dat is modern. Nee, dat is niet modern, dat is kut. Of kloten, want ik wil niet seksistisch overkomen. Dat is gewoon een toestand. Onze geschiedenis is weggevaagd. Onze kinderen die krijgen te horen op de lagere school. Dat was mijn dochter, die kwam dus thuis en die zei, nou pap, ik heb een filmpje gezien dat de president van Amerika, dat was toen Barack Obama, die ving een vlieg. Die pakte een vlieg uit de lucht. Dat krijgen onze kinderen op school. En wij, omdat wij ook van dat magere onderwijs hebben gehad, laat staan geschiedenisles. Ja, wij kunnen onze kinderen ook niks leren. Maar jullie kunnen wel naar mij luisteren. En je een beetje verdiepen in het woord van de mensheid. En de mensheid is een ander woord voor God. Dus het woord van de mensheid is het woord van God. Want de mensheid is geschapen naar het evenbeeld van God. Dus zijn wij God en is het woord van God, het woord van de mensheid, de Bijbel dus, het woord van God. Het is het oudste wat we hebben. En dat kan je allemaal wel weggooien en zeggen van nou die 10 geboden, what do I effing care? Ik wil niet wat 10 geboden. Gij zult geen mayonaise eten op uw friet. Dat vind ik een goed gebod. En nog een gebod, gij zult geen mayonaise mengen met witte wijn. Terwijl dat juist heel lekker is. Probeer het maar eens uit. Een beetje whisky erin. Je neemt wat mayonaise, je neemt een beetje ketchup. Heel klein scheutje witte wijn. Zuinig zijn met zout en peper. Dan heb je dan een heerlijke saus. Een cocktailsaus heet dat. En in plaats van witte wijn kan je ook whisky gebruiken of sherry. Een heel klein beetje hoor. Een heel mini. Alleen maar voor de smaak. Niet veganistisch, dus ik wil niemand overhalen tot het gaan maken van die saus. Beter kan je veganistisch eten. Do as I say. Not as I do. Want ik ben geen veganist. Maar het is wel een heel verstandig idee. Ja, maar daar heb ik dan ook geen zin in hoor. Nou, het is ook niet erg dat je nog niet veganistisch bent. Maar hou in ieder geval op met stemmen.
Stem niet meer op die sodomieten. Stem niet meer op die Babyloniërs. Dat is dom. Want je hebt niet met mij af te rekenen, want ik heb al lang iedereen vergeven. Ik snap al dat geniale mensen zoals ik, die graag lazen, graag tekenden, een beetje aan sport deden, maar dan op individueel niveau. En niet sporten op school, daar heb ik altijd geprobeerd om niet in mijn blote benen, in mijn korte broekje, voor ja, zo'n man waarvan ik dan denk van, waar ben je eigenlijk mee bezig? Ben je aan het kijken naar de lekkere beentjes van kleine jongetjes? En sporten, dat deed ik zelf al. En ik ben helemaal niet geniaal. Dat is het grote punt. Ik ben omringd met mensen die zeggen van, ja, lezen. Ja, ik lees graag de krant van vandaag. En de krant van gisteren. Ja, die gebruik ik voor de kruiswoordraadsels. En meer niet, hoor. Want dat is oud nieuws. Kortom, dat zijn de superficial. Dat is Engels. De oppervlakkige mensen. En ik denk dat daar geen medelijden voor is. Hetzelfde dat je een auto koopt. En je rijdt er nooit in. En op een dag denk je, ik ga naar IJmuiden toe met mijn auto. Die heb ik 5 jaar geleden gekocht. En nu heb ik zin om naar IJmuiden te gaan. En dan doe je de sleuteltje erin en dan doet hij het niet. En dan ga je heel boos naar die autodealer. Zeg je, nou jij hebt me echt belazerd, man. Want ik heb bij jou een auto gekocht en ik wil nu naar IJmuiden. Maar ik heb helemaal niks. En dan vraagt die man aan jou, wanneer heb je met die auto gereden? Oh, nou, ik heb hem toen gekocht. Toen ben ik met die auto naar huis gereden. En dat was 5 jaar geleden. En sinds die tijd niet. Maar nu wil ik wel rijden. Nou, dan ben je mooi te laat. En niet boos worden op je autodealer. Je had die auto moeten rijden. En zo heb jij van God heb jij een stelletje hersenen gekregen. En een stelletje ogen. Als je dit niet gebruikt, ja, dan atrofieert dat. Net als een auto waarmee je niet rijdt. Is dat de schuld van de autodealer? Is dat de schuld van God? Nee. Wij hebben geen vrije wil. Wij hebben een vrije keuze. En het is aan jou de keuze om jouw brein te gebruiken. Je hersenen. En te gaan lezen en je te verdiepen. En zeker als je kinderen hebt. Als je een of andere bejaarde bent met een mislukte scheiding. En je zit ergens achter in een bejaardentehuis. Het is helemaal afgelopen. Ja, wat maakt het nog uit? Maar heb je kinderen? Ja, want ik leer mijn kinderen van, kijk eens, papa, die is ook hartstikke dom en die heeft nooit een boek gelezen. Ja, daar wilde Winnie toe en Old Shatterhand en dat vond ik wel leuk, hoor. En voor de rest, ja, echt serieuze boeken, dan denk ik, wat serieus. En dat leer ik mijn kinderen. Ja, lekker oppervlakkig lezen, een beetje voetballen, een beetje herrie trappen op straat en dat is het. Ik ben bang, en daarmee spreek ik echt mijn angst uit, dat mijn vader dat niet op prijs stelt. En dan heb je een probleem. Niet met mij. Met mij niet. Ik doe geen vlieg kwaad. Ik vang ze ook niet zoals Barack Obama. Als ik vliegen vang, dan doe ik daar een glas omheen. Daar gebruik ik van die Italiaanse wijnglaasjes voor. Het is best moeilijk om een vlieg te vangen, hoor, met een Italiaans wijnglas. Maar er zit zo'n vlieg op mijn laptop.
En dan zit hij precies in de attack area. Want als hij op een toetsenbord gaat lopen, ja, dat wordt hem niet, hè? Maar naast het toetsenbord zit zo'n vlak gebied. En dan heb ik ontdekt, je moet dat glas van de voorkant van de vlieg, dus waar zijn ogen zitten, daar moet je hem omlaag laten komen, scheef. En dan vliegt hij op en dan vliegt hij in het glas. Want hij denkt gelijk, get away from here. Nou, en dan vliegt hij in je glas en dan laat je heel langzaam in je glas zakken. En dan zit die vlieg in het glas. Zo heb ik ook muggen gevangen. En de volgende dag weer vrijgelaten. Maar dat kan iedereen. Barack Obama die pakte een vlieg uit de lucht. Vriespeuk. Dus ik hoop dat dit duidelijk overkomt. Het probleem met ons is dat we geen geschiedenis kennen. Laat staan de Bijbel. En dat je de Bijbel dan niet trekt. Dat je denkt van ja, dat is wel... In de beginnen schiep God hemel en aarde. Nou, dat kan ik niet geloven. Dan heb jij een ernstig intellectueel probleem. Mijn vriend. Mijn vriendin. Want het is niet een kwestie van geloven. Het is een kwestie van definitie. Ja, maar in de Bijbel staat dan ook dat er twee soorten Adam zijn. En de ene Adam, die is dan later, ja, die bleef Adam. En die andere, die kreeg een andere naam en die werd Eva. En die hielp Adam. Nou, daar geloof ik niet in. Ik wil zelf, seks hebben met een vrouw. Maar ik wil niet dat ze mij assisteert. Ik wil dat ze lekker een eigen carrière maakt. Na een jaartje of 7 heb ik voor dat grut heb ik allemaal naar school gebracht. En weer van school gehaald en een zwemles gebracht. En ik heb geld binnengebracht. En na 7 jaar, dan zegt zo'n vrouw van, nou, dankjewel, rot maar op. Maar voor de rest doe ik het zelf wel. Dat heb ik liever. Want dan ben ik lekker alleen en heb ik mijn kinderen niet meer om me heen. Heb ik ook de gezeik niet meer. Ja, waar ben je mee bezig? Nou, waar ik mee bezig ben, is de Bijbel te weerleggen door te zeggen dat het reuze prima is. Dat je de eerste paar jaren kan je voor je kind zorgen. Dan word je de deur uitgejakkerd. Je krijgt een schuld in je nek van hier tot Tokio. En dat vind ik modern. Ja, als dat jouw geloof is. Ik ken geen enkele gescheiden man die blij is met zijn scheiding omdat hij zijn kinderen niet meer ziet. Ja, maar we zijn wel tegen Genesis 2, hoor. Want daarin staat het tegenovergestelde. Namelijk dat je heel erg gelukkig kan zijn samen met een vrouw. En dat je één vlees bent. Nou, daar geloof ik niet in. Ik wil lekker in de rondte neuken. En dan lekker mijn eigen geld opmaken. Ja. Ja, ik ben sprakeloos. Ik kan met die mensen ook niet discussiëren. Toen ik vertelde aan iemand, en die kende de situatie van mij, en die vroegen mij heel vrolijk, en hoe gaat het tussen jou en de moeder van je kind? Ik zei, nou niet. En die man zo, ho, ja, maar dat kan niet hoor. Want je bent wel gescheiden, maar dan kan je nog steeds vriendelijk doen tegen elkaar. Ik zei, nou, zij heeft tegen mij gezegd, ze wilde seks hebben met half Arnhem. Toen dacht ik, dat is best. Maar dan heb je geen seks meer met mij. Dan kap ik ermee. Want ik vind het smerig. Even voor jullie dames, hè, dat je denkt van ja, dan ga ik even naar het werk, ga ik even op mijn rug liggen met mijn knieën uit elkaar voor Joris van de afdeling logistiek. En dan kom ik thuis en dan ga ik lekker eten koken. Het punt is, je vagina ruikt. En dan kan je er kiezen van nou, dan kies je voor een man die geen reukvermogen heeft. Ja, die ruikt het niet. Maar waarom kies je voor een man zonder reukvermogen?
Ja, dat vind ik wel makkelijk, want als mijn man geen reukvermogen heeft, dan kan hij ook niet in de gaten hebben dat ik helemaal niet kan koken. Ik kan voor hem ook gewoon een oude doos van de IKEA, die doe ik in warm water, doe ik een beetje zout en peper bij en dan zeg ik hier, dat is havermout. En dan vreet hij ook op. Dat soort mannen vind ik plezieriger. Dan hoef ik me niet zo'n best te doen in de keuken. Ja, maar die man kan ook niet koken. Nou ja. En als jij ongesteld of ziek of zwakkelijk bent, dan kan hij ook niet koken. Ja, dat heet speltheorie. Dat is een kwestie van wiskunde en nadenken. Dus je moet een man hebben met een goed reukvermogen. En die ruikt het ook als jij in jouw dingetje het dingetje hebt laten stoppen. En dat deed hij van mij ook. Die stonk. En ben ik daar blij mee? Met een stinkende moeder van mijn kind? Nou, ik dacht het niet. Ik vind het smerig. En iedereen in mijn omgeving zei, ja, je had die mannen die hun dingetje in haar dingetje stopten, die had jij voor de bek moeten rammen met een eind hout. Ja, dat had mijn zakelijke carrière gekost. Want die bitch, en dat is het, die was naar de politie gegaan. Of whatever, of hij is er getrapt in de familie. En dan ben ik de gebeten hond. Want you believe me, als ik zo'n kerel echt aangepakt had, dat was duurzame schade. Ik ga niet naar zo'n man toe met een wattenbol en zeggen van, oh, jij zit te fornicaten. Jij zit seks te hebben buiten het huwelijk met een vrouw die in een huwelijk verblijft, terwijl er een kind bij aanwezig is. En nu krijg je een watje voor je hoofd. Nee, dat had ik niet gedaan. Dat was waarschijnlijk een 2x4 inch ding geweest. Een stuk hout, vurenhout wat mij betreft. Of een honkbalknuppel. En dat zijn schedel dan breekt en hij kan nooit meer fatsoenlijk Herakleitos uitspreken. Ik heb een krap gehad van mijn winkel. En in die tijd heb ik het. Ja, en dan ben ik de lul. Dat was het enige wat ik mocht van mijn omgeving. Ik ben geen voorstander van de Koran. Ik heb respect voor Mohammedanen die een Koran gelezen hebben. Het is neoplatonistisch en daarin staat, gij zult elke dag uw vrouw slaan. En dat klopt neoplatonistisch. De Koran is een zwaar filosofisch boek. Het geldt hetzelfde voor het boek Voorbij Goed en Kwaad van Friedrich Nietzsche, waar ook iedereen van als een kip in het kippenhok, waar ze denken dat er een vos binnengekomen is. Allemaal. Je moet een beetje weten van je filosofie. En misschien had ik haar moeten slaan. Een klap geven. En wij als samenleving denken, ja, alles moet maar kunnen. En die man tegen mij ook. Nou zeg, je deed wel moeilijk over het vreemdgaan van je vrouw. Maar dan had je toch zelf ook lekker vreemd kunnen gaan? Ik heb die man niet gewurgd toen. Dat had ik wel kunnen doen. Dan had hij nooit meer dat soort onzin kunnen vertellen aan andere mensen. Laat staan waar kinderen bij zijn. Wat is er voor een moraal? Je moet blij zijn dat je vrouw op de rug gaat liggen met de knieën uit elkaar. En een dingetje van een of andere man met een snor of een gouden ketting, die stopt zijn dingetje in haar dingetje. En dat is leuk. Dat is de dood in de pot. Alle seks buiten het huwelijk is dood in de pot. En ik heb geprobeerd om duurzame relaties op te bouwen met vrouwen. Maar ja,
als iedereen haar loopt te vertellen, zo'n vrouw die je dan hebt, van iedereen krijgt ze te horen van ja, je moet er gewoon een beetje sociaal bezig zijn en een beetje omgaan met andere mensen. En dat bedoelen ze mannen. Voor die vrouwen dan, hè? En dan raak je je vriendin kwijt. Je vrouw kwijt, je whatever. Komt ze stinkend thuis. Nee, dat is leuk. En mijn kind blij met die scheiding, jongen. Oh. Die was zo blij. In 2009 heeft ze wel geteld 40 uur gehuild. Niet alleen stuk door natuurlijk. Tussendoor een beetje slapen. En dan naar school gaan. En dan weer leuke dingen zien. En dan s'avonds thuiskomen. En je weer realiseren dat papa de deur uitgetrapt wordt. En dan weer gaan huilen. Nee, leuk is dat van jullie, zeg. Ja, want het is een begin hoor. Kijk, het gaat er ons om dat de eenheid tussen man en vrouw, die moet opnieuw gedefinieerd worden. En de vrouw is eigenlijk ook een beetje de man. En de man is ook een beetje de vrouw. En vooral het laatste is heel belangrijk dat de man de afwas doet en voor de kinderen zorgt. Net zolang totdat die vrouw het wel in de eentje kan redden en dan gaat hij weg. Ja, zijn wij zeepaardjes? Ja, want het gaat toch over de seks? Hoezo? Waar in de Bijbel staat, gij zult seks. Dat vonden wij vroeger helemaal niet. Zelfs masturberen is borderline gedrag. Je gaat van al die beelden die je allemaal ziet op tv en bij reclameuitingen. En al die vrouwen die in minirok over straat lopen. Ja, je krijgt er allemaal gedachten van. Als man dan even. Als vrouw ook. Je bent ja lesbienne, kan je hetzelfde hebben. Dat is ook allemaal seks buiten natuurlijk. En het levert je geen donder op. Seks is totaal onbelangrijk. Ergens toe dienen. Dat is belangrijk. Dat jij met je vrije keuze een vervulling geeft aan de wil van God. En die flauwe katholieke oplossing om over die vrouwen dan maar een kleed te gooien, dat je niet kan zien hoe mooi ze zijn. En dan raak je niet meer seksueel opgewonden, alsof het probleem is van de vrouw. Schandalig. Niet dat ik jullie veroordeel hoor. Dit is het oordeel van mijn vader. Ik kan er niks aan doen. Het is jammer, maar helaas. En je zal terug moeten keren. Je zal terug moeten keren op je schreden. Want wij hebben als Nederlanders ook. Dus niet alleen wij Nederlanders. Maar als Nederlanders ook. Of all people. Mijn volk. Mij dezelfde taal sprekende. Wij hebben verzaakt. We zijn wild gegaan op idioterie. En wat gebeurt er dan met je samenleving? Nou, de dieren zijn de lul. Dat is punt 1. En dan kan je wel een dierenpartij op gaan richten om de dieren te gaan redden. Dat is niet zo belangrijk. Want ik denk dat die dieren eerder in de gaten hebben dan de meeste mensen. Dat de mensen ontaard zijn. Ik ga afronden. Mijn tante heeft gewerkt in de medische industrie, waar ook proefdieren worden gebruikt. En ik sprak haar daar kritisch op aan dat ik dat helemaal niet oké vind. Ik vind dat dat niet mag. Ik pak even een voorbeeld erbij.
Als je wil weten hoe ik erover denk, hè, dan ga je deze film kijken. Niet gisteren, niet vandaag, maar heute nog, verdomme. Deze film. Lees hier doorheen. Dit gaat over een familie van slachters. En uiteindelijk gaat die slachterfamilie mensen slachten. Het is de eeuwige Wiederholung, zo zou Friedrich Nietzsche dat zeggen. Want je kan het wel goed doen, maar het gaat steeds weer fout. En Nietzsche was een humorist. Nietzsche heeft ook zo mooi gezegd: God is dood. Als je het hebt over correct taalgebruik. Nietzsche was een wonderkind. Heel erg taalkundig. Die kon Grieks en Latijn, Duits, Engels. Spaans denk ik ook. Frans natuurlijk. En er zijn christenen en die gaan helemaal over de zeik van die opmerking van God is dood. Dan moet je even weten wat hij precies zei. En dat is ook met deze film, de Texas Chainsaw Massacre. Dat is alleen maar te begrijpen. De dieren zijn de lul in deze samenleving. Al die arme honden die de ruimte niet krijgen. Al die arme poezen die eens in de 3 maanden naar de dierenarts gebracht worden voor een injectie, huppeltje, pup, opvolging. Al die muggen die we doodslaan. Al die vliegen die we doodslaan. En waarom eigenlijk? Ja, geef mij een update. Hoe is het tegenwoordig dan? En hoe is het fout gegaan? Het ging fout met 2 dingen. Het eerste was dat God het zalige plan had gehad om ons denkvermogen te geven. Daarom heten wij ook mens. Mens, dat komt voort uit het Sanskriet. En staat voor denkvermogen. Wij hebben denkvermogen gekregen. En het tweede ding is dat wij de handleiding voor ons leven niet gelezen hebben. Dus wij zijn zo dom als het achtereind van een... Ik wil geen dier beledigen. Ik denk dat een larf nog meer voorstelt dan de gemiddelde mens. Qua onschuldigheid. Het is uitermate stupide om je handleiding voor je leven niet te lezen. Het is uitermate stupide om een kind op te voeden, zogenaamd, zonder dat je je kind vertelt hoe het leven in elkaar zit. In de beginne schiep God hemel en aarde. Over die ene zin, daar kan je 1,5 uur over delibereren. Dat betekent ratelen, praten. 1,5 uur, geen probleem. Als je al die dingen van die eerste zin begrijpt en hoe diep dat zit... Als je dat niet wil en alles overlaat aan de katholieken, want die hebben dan altijd wel weer een of andere Pim Fortuyn. En dat is toch leuk, want die zeikt vrouwen af. En die stopt zijn penis gewoon wel heel multicultureel in een Marokkaan. En dat weet ik van Pim Fortuyn niet, maar van André van Duin wel.
van horen zeggen, dus dat is hearsay, dat geldt niet als bewijs bij een rechtszaak. En ik weet dat er Marokkaanse jongens zijn die zich verkocht hebben. En dat er Nederlandse waren die dat geld wel hadden. Van onze BTW. Ja, lekker gezellig allemaal. Vind je niet? Nou jongens, ik zit echt tegen het uur aan. Dus ik moet gaan afronden. Ik heb nog één laatste dingetje, want ik ben al niet helemaal eroverheen. De Texas Chainsaw Massacre heb ik uitgelegd. Hè? Het slachten van dieren leidt tot het slachten van mensen. Niet te doen dus. En Europa hebben wij niet nodig. Het hele idee van de Europese Unie is dat wij Nederlanders niet in staat zijn om te zorgen voor ons eigen grondgebied. Nou, dat ben ik wel. Ik ben omringd met Nederlanders die allemaal op hun knieën liggen voor de paus. Van, oh, meneer de paus, u onfeilbare mens, per uw eigen verklaarde decreet sinds 1870... zou u ons alsjeblieft verder willen helpen, want wij moeten pan-Europees worden en er moeten allemaal mensen bij vanuit Koerdistan, Irak, Iran en alle landen die ik vergeten ben. En dan maar zeuren over verkrachte meiden in Hamburg. Ja, squeeze me hoor. Er is mij verteld door iemand dat in de McDonald's burgers dat daar mensenvlees in zit. Daarvan kan ik denken, mooi zo. Dat waren tenminste geen onschuldige koeien die je dan at. Of hooguit voor 10%. En het zal best waar zijn hoor. Als ze mensenvlees in de McDonald's burgers stoppen. Die lui flikken dat. Het heeft geen enkele zin om een strijd aan te gaan zonder dat je weet hoe de vijand is. En het heeft ook geen enkele zin om de strijd niet aan te gaan en niet te weten wat de vijand is. Dan ben je een zittende eend op zijn Engels. Een sitting duck. Wat maakt mij het uit? Je hebt het denkvermogen gekregen van God. Je hebt de Bijbel gekregen van God. En wat moet die klootzak nog meer doen? Ja, maar Piri, noemde jij God net een klootzak? Ja, dat klopt. Dat is straattaal. En Adam was de eerste mens. En het tweede wat dus kwam, is dat de helft van de mensen, die kregen een vrijstelling van arbeid. Op voorwaarde dat ze de arbeider zouden ondersteunen. Dus als je nu feminist wil zijn, ik vind het best, maar dan ga je ook maar net als de eerste beste Nederlandse man in de riolering werken. 40 uur per week. Werken. Hè? Werken, 40 uur per week. De reistijd is voor jezelf. Maar voor die 40 uur dat jij beneden in de riolering staat en je staat te graaien met zo'n schep, want er zit een dode kip ergens achterin of een rattenkoning. Dat allemaal ratten die hebben de staarten aan elkaar geknoopt en dachten van oké, dan gaan we allemaal samen dood. En er zit zo'n verstopping in de riolering. Die mag jij eruit halen. 40 uur per week. Ga dan werken, trut. Maar dat doen vrouwen niet. Wel, want ik werk wel hoor. Ik zit op Human Resources en ik hou de formulieren bij. Ja, dat is geen werk, poep. Dat is een beetje met je hoge hakjes naar je werk komen en een minirok aan en weet ik veel wat je dan aan hebt. En een beetje make-up op. Maar ja, je moet toch representatief zijn? Nou, je moet helemaal niet representatief zijn voor je werk.
Wat heb ik eraan? Moet ik betalen voor een vrouw voor haar lippenstik? Weet je dat een vrouw per leven ongeveer 1,5 kilo lippenstik naar binnen werkt? Ja, dat kan toch niet, Perry, want die lippenstik zit aan de buitenkant. En hoe kan die dan naar binnen komen? Ja, oké. Okay. Als je dat niet weet. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ja, maar 1,5 kilo per dag? Nee, hé. 1,5 kilo per leven. Moeten we dan zo omgaan met de Eva's? Dan zeggen we tegen al die Eva's voortaan, krijgen ze op hun 6e verjaardag. Hier heb je 1,5 kilo lipstick. Nu opeten en dan nooit meer doen. Want waarom hebben vrouwen lipstick op? Ik loop er ook niet met lipstick over straat. Dat is van onzin. Dus in het Oude Testament stond, oké, we delen de boel in tweeën. Dat was op verzoek van Adam, van de eerste mens. Adam, dat is de man, die we tegenwoordig de man noemen. Dus zo'n penisdrager, met ballen tussen zijn dijen. En die anderen hoeven niet zo hard te werken. Maar dan wel die man assisteren. Helpen. Dat is de deal. En als jullie feministen of jullie feministische gelovers denken van, nee, we sturen al die vrouwen lekker naar de oorlog in Irak en die gaan zichzelf ook maar kapot lopen vechten. Ja, hoe denk je dat jij ervoor zal staan als jij tegen, weet ik wel, wat voor denkbeeldige vijand zoals ISIS of ISIL of IS? Dan sta je daar met je ongestelde buik. En dan moet je naar je commandant toe en zeggen van, ja, mag ik wat extra pijnstillers? Want ik heb een beetje last van mijn ongesteldheid. Maar ik wil wel graag doorknallen, hoor. Waar is mijn AK-47? Ja, als die vrouwen dat willen, ja, ga je gang. Maar het is mijn vrouw niet. Dat is gewoon persoonlijke mening. En Pim Fortuyn die mocht ook zijn mening van vrijheidsuiting hebben. Nou, ik ook. Want ik geloof er helemaal niet in dat vrouwen kunnen werken. Of zouden mogen werken, of zouden hoeven werken, of zouden moeten werken. Want dat is in conflict met Genesis 2. Laat die vrouwen lekker thuis. Ja, maar Perry, er zijn vrouwen en die worden in steek gelaten door hun man. Ja, en dan nog, dan moet je maar een andere man zoeken. Want ik weet dat er heel veel mannen... Ik ben blij dat ik geen vrouw ben. In deze maatschappij. Want er zijn alleen maar idioten. Maar mafketels. En dan gaan die vrouwen ook vluchten. Naar, doe me maar een baan. Dan word ik wel human resource medewerker. En lalalalala. Ja, dat is voor jou persoonlijk wel leuk. Maar niet voor ons. Ja, maar ik verdien. En dan kan ik van het geld, kan ik dan het kinderdagverblijf betalen. En dan komt alles nog in debit credit. Ja, behalve dat je je kind niet thuis hebt. Ik heb meegemaakt dat mijn dochter, dat was na de scheiding, dat ze bij me kwam en zei ze, pap, ik heb maar 1 spijkerbroek en die heb ik nou aan. En die stinkt. Naar mijn zweet en naar mijn alles. En zou jij hem willen wassen? En ik vroeg aan haar, doet je moeder dat niet? Nou, zij zei, ja, dat doet ze dan wel. Dat belooft ze dan wel. Alleen het duurt dan een aantal dagen. En het is mijn enige spijkerbroek. Ik heb nog wel een andere. Maar dan krijg ik daar opmerkingen over. Dan gaan mensen naar me kijken van, wat heb je voor een stomme broek aan? Die moeder die deed dat niet eens. Ja, waar zijn jullie vrouwen mee bezig? Is dat het enige? Dat is onze domheid. En als we daarin persisteren, dan gaan we er gewoon aan.
Punt. Dat komt nooit meer goed. Want God heeft niks aan mensen die zijn woord negeren. Ja, maar Piri, waar staat zijn woord dan? Want er zijn zoveel Bijbels. Nou, heel makkelijk. De Koning Jacobus Bijbel van 1611. Dat is weliswaar geschreven in het Engels. En dat leer je dan maar. In the beginning, God created the heaven and the earth. Het is bijna hetzelfde als in het Nederlands. Heur. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Het was best wel een mooie rant, weet je niet? Het lijkt wel een beetje op Alex Jones hoe ik de kant op ga. En die arme Pim Fortuyn. Ja. Ik vind het echt... Ik vind het kloten. Ik vind het kut dat hij dood is. Ik ben blij dat hij weg is uit de politiek. Want aan die man heeft iemand zoals ik niks. Dus niet mijn schuld. Ik vind het erg dat hij dan stiekem vermoord wordt. En dan Volkert van de Graaf in een schijnproces. Die is dan de schuldige, net als de Lee Harvey Oswald. Ja, okay. En het allerergste vind ik het Nederlandse volk wat daarnaar kijkt en denkt van... Nou ja, het is allemaal de schuld van het grootkapitaal. Nee, het is de schuld van onze schuldigheid. Als wij het woord van God, het woord van de mensheid, hadden gelezen, hadden wij daar geen traan om gelaten. We hadden Pim Fortuyn niet eens gekend. We hadden gelijk gezegd, oh, dat is een sodomiet. En een sodomiet, dat is van Sodom en Gomorra. Een sodomiet vraagt om vuur en zwavel. Nou, dat heeft Pim Fortuyn gekregen. Heel toevallig. En de rest komt ook aan de beurt. En is het niet nu, dan is het wel bij hun heen gaan. Want iemand als Marcel van Dam, die leeft dan nog. Maar de vraag is of die nog leeft. En Sonja Barend, daar kan ik ook nog een hele uitzending over houden. En jullie, daar zal ik altijd van blijven houden. Ook al zijn jullie nog zo dom... Heb je nog nooit een pagina van de Bijbel gelezen? Heb je je nooit verdiept in de geschiedenis? Heb je nooit een pagina gelezen van Friedrich Nietzsche of Arthur Schopenhauer? Je bent gewoon een dombo. En toch hou ik van jullie. En zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.